Een verkeerde kleur schoencrème kan men op de volgende manier kan men die van de schoen verwijderen. De meest simpele manier is vaak met een aquaprotect, wie men altijd wel in huis heeft. Men spuit iets op een doek, niet op de schoen spuiten, maar op een doek spuiten. Men gaat daarmee over het materiaal heen. Het is geen agressief spul, dus hiermee haal je eigenlijk de verkeerde kleur schoencrème van de schoen af. Je ziet dat het dus al wat op de doek zit. Als je daar dus eventjes zachtjes over het materiaal heen wrijft, dan haal je heel gauw dus de verkeerde kleur van de schoen af. Mocht dit niet helpen, dan zou je dus met een zadelzeep dat kunnen doen. Zorg dat de doek wat vochtig is. Men neemt wat zeep op de doek. Gaat dan over de schoen heen. En dan was je als het ware het vuil van het materiaal af. Heeft men op het moment geen zadelzeep in huis, dan zou je het altijd nog met groene zeep kunnen proberen. Zorg daarna dat de schoen dus goed droog is. Met een goede kleur schoencrème in wrijven. Lekker in laten trekken. Uitpoetsen. En je hebt weer een perfecte schoen.